Alweer de laatste dag. We hebben vier dagen in Londen rondgehuppeld. Ook niet zo een beetje rommelig gefilmd, sorry. Dus als de vlog een beetje rommelig is, dan kunnen we daar zeker wat aan doen. Maar hebben we niet gedaan. Maar wacht, ik zal je even het hotelletje laten zien. Abbey Court West Point Hotel. Redelijk dicht bij Hyde Park. Dus we gaan zo lekker een bijtje pakken hier. Dat is een simpel, maar zeer goed toe hotel. Je hebt ook een nice ingang, toch, het hotel? Ja. Beetje warmer. Kan het hotel niks aan doen. Maar... Ja, het is gewoon een goed hotel. Ik heb er al eerder geslapen. Ja, het is precies al de tweede keer. Maar echt gewoon midden in de in een semi-woonwijk. Er zijn meerdere hotelletjes hier. Sorry, nog steeds een beetje verkouden. Maar dit is... daar is aan het einde is Paddington Station. Die grote grijze ding aan het einde. Maar een beetje verder. Ja. We zitten echt gewoon in de stad. Maar we gaan vandaag nog eventjes naar Hyde Park. En kijken wat we nog meer kunnen doen hier. Dus even wachten op Elke en Chris nog. Ik dacht dat ze dat was, maar dat was ze niet. Sorry Elke, hier was het niet. Dat ben je wel. Heer Pieter Heer. Be amazed. We gaan het. Suus, heb jij een QR-scanner? Kom dan even hier. Moet jij dit even filmen? Dan gaan we het even kijken. Ik ben aan het filmen. Ben jij aan het filmen? Go. I suppose he is pretty good looking. I can't really tell. And it does look like he can really play that pipe, which is also obviously true of me. So, well, the only thing is, I know for a fact that no one's ever been quick enough to catch me. So how's he gone and got a picture? Perhaps he just heard. Now that I can imagine. The grapevine, the rumor mill, excited tales told in hushed voices of the brilliant boy that never grew up. Yeah, now that's more likely. Did you hear how he chopped off the hand of the meanest, baddest, ugliest, black-souled buccaneer of the sea, Captain Hook? Yep, that's right. It was me what chopped off Hook's hand and fed it to the croc. I know. It's a burden, you know, being so brilliant. You should try it sometime. Who knows? They might make a statue of you. Wait. Stop. Listen. Do you hear that? No. Quick. It's the Lost Boys. It's the battle cry. Hook and his stinking pack of pirates are on the prowl. I've got to go. It's been a pleasure. Enchanting. But I gotta fly. Het is wel zo'n beetje zoals Fallout, hè? Die Fallout 3, dat museum, ook die National History Museum, dat je zo'n dingen ziet. Wat is het? Dat is
aardbollen. Ah. Omdat de aarde gelijk een ajuin in verschillende lagen bestaat. Dank je. Ogres are like onions. They're smelly. Just like the earth. They're smelly and they make you cry. Headliner. Een earthquake simulator. Dus als je een echte earthquake is. Ja. Dat was de Earthquake Simulator. Dat je hem voelt. Ja. Voel je ook echt wel wat. Ja. Oh ja. Ah. Even afkoelen. Ja, water en wind. Ja, nee, water inderdaad. Van die naartoe, schat. Ik schrok van jou. Ja, ik weet niet of ik er goed op heb staan, maar... Ik
interessant. Ik heb wel het plaatje gezien, maar niet de bliksemschicht zelf. Dat in die OK gaat de bliksemschicht. Heb ik die gemist gewoon? Hoor. Ik zag wel het plaatje, maar... Ah! Ik had het wel gezien, maar ik denk... Dus dat is een... cool. Wat stuk zand. Ja, nee, ik had het helemaal gezien in de nacht. Ja, dat zal wel. Nou, zoals je ziet zijn we vandaag een beetje de toeristen aan het uithangen. We waren net in het National History Museum. Zoiets. Museum of National History. Zoiets. We zijn nu bij... Hoe zo? Ja, dat is de Tower Bridge, die is daar. Maar dit is de Tower of London? Dat is zo weinig tower. Dus we lopen hier met een groep mee kennelijk nu. Yes. Lekker druk. Is de rest ook weer? Dan gaan we zo eventjes daar naartoe om te kijken of we daar nog wat kunnen. Kan je er ook in of is daar boven nog iets? Apart. Nou, waarschijnlijk de laatste koffietje samen hier in Londen, denk ik toch niet? Ik denk wel. Qua tijd. Ja. Zo. Laatste uurtjes. Toch weer terug. Wij gaan met de vlieger, elke keer gaan we met de trein. We hebben nog wel enkele uren. Die moeten nog even gaan, zeg maar. Dus, maar het was leuk. Eigenlijk een beetje te kort zelfs, stiekem, denk ik. Ik denk dat je hier wel rustig anderhalf, twee weken kan doen. So, we can see seven, count eight. Ja. Oh, ik heb ook eight. Discount? Ah ja, because 25%. Ah ja. It's not pounds, but discount. Are you here? Zes. Hoeveel cent moet je nog hebben? Twee. Dun, 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 dun. Dus, nou, precies pas. Maar ik heb Chris meerdere keren horen zeggen, volgende keer ga ik niet meer mee. Ben jij niet verhaling vatbaar? Dan de museums extra te doen. Voor de plakkaatjes. De plakkaatjes. Voor de plakkaatjes. Hey, we maken het belachelijk nu een beetje, maar die plakkaatjes staan wel vol met interessante info. Niet met stomme info van... Deze is neergelegd door Sir James van drie straten verder die niemand kent. Maar wel degelijk gewoon goede informatie. En ze staan redelijk overal door de stad. Dus wat dat betreft is het wel... Wel goed geregeld hier. Ik moet nog wel zeggen, de metro op de bruine lijn na. Bekeloe-lijn. De Bekeloe-lijn. Jongens, als jullie deze vlog zien en je hebt zoiets van, ik zou graag wat meer willen weten over de Londense metro. Ben je vrouw, dan snap je het gelijk. Ben je man, dan denk je, wie heeft deze ongelooflijke kabelbrei bij elkaar gespaghettied? Fuck. Suus gaat het even laten zien. Maar wat je ook doet, probeer zoveel mogelijk de Bekeloe-lijn te vermijden. Die is namelijk bloedje heet. Je kan het vermijden. We hebben al gisteren al een beetje stiekem zitten kijken. Alleen het vervelende is, als je hem wil vermijden, moet je waarschijnlijk 80 keer overstappen. Maar het kan wel. Dus als je hem kan vermijden, doen, want je zweet je de perspoppen. Dus, wat zit jij te gniffelen achter je? Dus, maar dat is dus inderdaad het Londen trein stelsel. Netwerk. Gewoon
Waarschijnlijk bedacht door een vrouwelijke kat. En wij moeten zo meteen naar West Brompton. En dan kan ik de groene lijn nemen, maar dan moet hij naar Wimbledon. Maar het kan ook zijn dat er eerst de gele komt, dus we moeten ook nog goed opletten. Precies. Maar dat komt goed. Ja. Zoals ik al zei, als je een vrouw bent, snap je het gelijk. Mannen hebben zoiets van, wie heeft dit bedacht? Dus, maar het... Als je het eenmaal door hebt, komt het helemaal goed. Wij gaan nog even van onze koffie genieten. Inmiddels zitten we weer op het vliegtuig. Het busje was iets later. Ja. Suus was een beetje in paniek, maar dat is goed gekomen. Hij was last van het verkeer. Maar we zitten op de laatste stretch terug naar huis. Even nog aan het tanken. Dat is, we zitten weer bij de vleugel. Tot al heen ook op 19 of niet? Nee, 21. 21. Dus er is twee naar voren nog. Prima. Maar het is het laatste stukje, dus we gaan zo een stukje vliegen en dan zit het er weer op. Dus ik in Londen weer achter de rug. Dus tot zo. We zijn nu gaan taxiën. We worden nu klaargezet om te wachten op vertrek. Ja. Zoiets was het. Ze zijn binnen een kwartier, zei hij. Zoiets. We staan wel als eerste in de rij. Dus op zich, dat is wel fijn. Maar er was iets met de startbaan. De startbaan was backup of zoiets. We zien het wel. Jullie ook. Weer. Ik heb een flauw idee welke kant we op gaan. Dat is de zwetende toren. Daar ga ik wel vanuit. Zal je? Zeg, ik ga er wel vanuit dat ze nou zitten te zweten in de toren. We zien dus overal gekropt zijn. Het lijkt dat er maar één Zuid-Hollandersbaan wordt gebruikt. Alles moet over het stijgen en het landen gaat om en om.
details kunt u vinden in onze brochure. We verkopen ook combinaties van drankjes en snacks tegen aantrekkelijke prijzen. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam, where the time is 8:05. Shortly the cabin crew will be leaving their seats to perform safety related duties. However, we do ask you to remain seated with the seatbelts on until the signs above you have been switched off. This is important as we may need to stop suddenly and more than once whilst taxiing to the terminal building. Your devices for messaging calls and internet access can now be used. And please make sure you take all of your personal belongings with you, checking the seat pockets, the surrounding floor areas, and in the overhead lockers, but do take care when using the lockers in case anything falls out. And just one more reminder that smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. We will shortly be handing you over to our ground agents here at the airport. If you do have any further questions or inquiries, then please don't hesitate to speak to an EasyJet representative inside the terminal building. Well, it has been a pleasure flying you here from London Gatwick today. On behalf of EasyJet, the captain, the first officer, myself and the rest of the crew, we wish you all a safe and pleasant upward journey, and we do hope to see you on another EasyJet service sometime soon. So once again, thank you and a very good evening.